Mijn naam is Gerrit Schuurman en ik zit hier namens Downtown. En hier heb ik van Union erbij gepakt de Strata. En de Strata is, vorig jaar was die nieuw in de lijn. Dit jaar is nu het tweede jaar ervan. Eerste jaar was een super succes, hartstikke geslaagd. En komt dus terug voor nog een jaar succes eigenlijk. Het is een super allround ding eigenlijk. Het is dan ook een van mijn favorieten wel. Je kan er echt alles mee doen. Hij voelt niet streng aan. Hij is direct genoeg. Het is gewoon echt je echte all-mountain ding. Bijna perfect zou ik het noemen. Wat dat doet is zijn gemiddelde stijfheid. Dat maakt hem ook zo ontzettend leuk allround dus. Hij is niet super stijf, hij is niet super flexibel. Hij zit gewoon net overal lekker tussenin. En dat zie je eigenlijk ook wel aan de highback. De highback is flexibel. Zorgt ervoor dat hij comfortabel is. En weer naar achter toe is hij gewoon stijf. Direct. Dat is wat je wil eigenlijk. Zijkant lekker comfortabel. Tweaken. Ook door het funpark nog steeds leuk. Het is overigens nog steeds het pro-model van Thorsten Horkmo. Kijk even zijn video's. Het is mijn all-time favorite wel. Dan zie je ook een beetje hoe het is. Waar de binding voor gemaakt is. Die gasten hier ook overal voorbij komen. Cat tracks, funpark, off-piste. Halfpipe, je ziet hem overal. En ja, dat kan deze binding dus ook gewoon hartstikke goed hebben. Hij heeft een Duraflex highback. Zoals ik al zei, flexibel genoeg naar de zijkant en naar achter toe lekker direct. En de Duraflex is eigenlijk een materiaal, ze gebruiken het ook in hun base. Speciaal ontworpen met Union, zodat ook onder koude omstandigheden het eigenlijk zijn eigenschappen behoudt. Dan de Forward Lean Adjuster. Eerst draaien, induwen en dan kan je hem verschuiven. Dat. Zo kan je hem eigenlijk aanpassen. Ziet er mooi uit, het systeem. Werkt gewoon goed. Zorgt ervoor dat hij er ook gewoon zo Lamborghini-achtig uitziet zoals hij dat doet. Dan de strap is de Forma Elite strap. En de Forma Elite strap is een redelijk lichte strap met aan de binnenkant veel padding. Zorgt ervoor dat hij gewoon comfortabel zit om elke schoen ook. Niet zo zwaar, lekker licht, vormt makkelijk, comfortabel. De toe strap is de Hex Grip. En de Hex Grip vormt eigenlijk hetzelfde om elke schoen heen. Wat voor tenendoos je ook op je schoen hebt. Dit is van siliconen gemaakt en dat vormt heel makkelijk. En het gript als het ware echt de voorkant van jouw schoen. Zodat hij mooi blijft zitten en dat hij niet heen en weer gaat schuiven. Mocht je hem voorover doen, blijft hij lekker daar zitten. Je kan hem ook natuurlijk hier dragen, net wat jouw voorkeur heeft. De buckles zijn magnesium. Het is toch wel een wat gevorderde binding, wat hoger in de lijn. En daar gaan ze hun goede materialen natuurlijk gewoon in stoppen. En dit is in dit geval de magnesium bukkel bij de tenen en bij de enkel. Allebei magnesium, lichter en sterk. Super relaxed. Het is natuurlijk een two-piece binding, doet Union in al hun bindingen zelfs. Betekent dat dit één stuk is, de base. Dat de heel cup een los stuk is als het ware. Gemaakt van extruded aluminium. Zorgt ervoor dat het dus sterker is en dat hij wat directer wordt, de binding. En het heeft als bijkomend voordeel dat je, als je deze schroeven losdraait, kan je de heel cup kan je als het ware verschuiven ten opzichte van de baseplate. Zorgt ervoor dat jij precies je schoen in het midden van het board kan gaan plaatsen. Dus je kan je stance een beetje gaan perfectioneren. Het is een Stage 6 Duraflex base. Eigenlijk wat ik net vertelde over de highback, over dat materiaal, dat gebruiken ze hier natuurlijk ook in. En de base, waar op zich een hoop gebeurt, de base en het footbed, dat is het Fused Viper Light namelijk. En wat dat is, het is lichter en het heeft dezelfde dempende eigenschap als EVA foam. Maar het heeft als groot bijkomend voordeel dat vocht, dus ook sneeuw en ijs, niet blijft hechten hieraan. Dus je krijgt niet meer van die opstapeling van sneeuw en ijs en zo in je binding. Dat vinden we natuurlijk altijd allemaal helemaal geweldig. Hij heeft een minidisc, zoals je zult zien. Zorgt ervoor dat hij minimaal contact heeft, of de binding frame, minimaal direct contact heeft met het board. Dit zit natuurlijk allemaal helemaal op het board, maar dit is zacht. Zorgt ervoor dat als jij een nose press doet of je doet een ollie, dat het board eigenlijk wat makkelijker om de binding heen kan flexen. En het board wat meer zijn natuurlijke flex behoudt, in plaats van dat er
twee van die grote stijve apparaten op het boord staan. Nou, dat allemaal samen kom je dus op de Strata, zoals ik al zei, toch wel een van mijn favorieten. Mega allround, geschikt voor een hele hoop mensen. Comfortabel, vergevingsgezind, direct en mega allround. Zo zou ik hem benoemen. Wil je er nou nog meer over horen? Kom even langs bij ons in de winkel, dan vertellen we jou er nog meer over. Persoonlijke verhalen, net alles wat je wil horen. Of kijk even op onze website downtown.nl. Dit is de Union Strata.